In Parashat Yitro wordt er verteld over de 10 geboden. En in hoofdstuk 20, vers 14, staat er het volgende. Lo tachmot beit reacha. Je zult niet begeren het huis van jouw vriend. Lo tachmot eshet reacha. Je zult niet begeren de vrouw van jouw vriend. We avdo en zijn dienaar. We amato en zijn dienares. We shoro en zijn os. We gamoro en zijn ezel. We chol asher le reacha. En alles wat is van je vriend. De vraag wordt gesteld. Waarom wordt er eerst opgenoemd alles wat je niet mag begeren? En vervolgens staat er, en alles wat van je vriend is. Dat is toch dubbelop? En we weten dat de Torah is de wijsheid van Hashem. En niks in de Torah staat dubbel. Staat er wel iets dubbel, dan kunnen we daar iets uit leren. En wat leren we dan hieruit? We leren hieruit dat eigenlijk jaloezie een beetje dom is. Want als je bij iemand anders in zijn huis komt en je ziet iets moois en je wilt het graag hebben, dan zegt de Torah ons, wil je dat hebben, neem dan alles mee. V'chol asher l'reacha. Als je jaloers bent en je wil graag hebben wat een ander heeft, dan moet je bereid zijn om alles te nemen. Want niemand heeft alles volmaakt. Misschien heeft die persoon een mooi huis, maar andere problemen. Dus als je al iets wil afpakken van een ander, pak dan alles mee. Want iedereen heeft een pakket met moeilijkheden, met goede dingen en minder goede dingen. En eigenlijk is jaloezie een beetje dom. Want als je gelooft dat Hashem de wereld heeft gemaakt, dan weten we ook dat Hashem aan iedereen gegeven heeft precies wat hij nodig heeft. Niet meer en niet minder. En daarom heeft het geen zin om jaloers te zijn of te stelen of om vals te zijn. Want als je jaloers bent of je bent vals of je steelt, dan ben je het eigenlijk niet mee eens hoe God de wereld gemaakt heeft. Je bent er niet mee eens dat iemand anders iets heeft en jij hebt het niet. Maar als je gelooft in de wijsheid van HaKadosh Baruch Hu, dan begrijp je heel goed dat alles wat je nodig hebt, en dat heb je al. Zoals we zeggen elke ochtend in het gebed, She'asa li kol tzachki, dat Hashem alles geeft wat ik nodig heb. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. En Shabbat Shalom. Dag.